Hoor hem nou toch eens snurken. Ja, snurk maar raak jij. Maar straks roept de zee hem weer. Wil hij weer in die wrakke schuit het zeegat uit. Maar daar komt niks van in. Mij ontsnapt hij niet meer. De roep van de zee gaat aan hem voorbij. Ik heb de achterdeur beveiligd. En ook de 2 raampjes in de keuken. En eerst moet hij maar eens zien dat hij die bedstee uitkomt. En dat geldt ook voor onze 13 kinderen. Niks naar school. Moeders een beetje achterlaten. En in er eentje 3 ton garnalen laten pellen. Mama. Mijn handen een beetje stuk werken. Nee. Morgen gaan ze mij helpen. Allemaal. Moet je maar eens kijken wat ik daarvoor heb gevonden. Een robot is een mechanische arm. Hij heeft 6 assen, romp, schouder, elleboog, onderarm, pols en hand. Aan die hand kun je ook gereedschappen monteren, zoals bijvoorbeeld een verfspuit, een snijbrander, een lastpistool en een grijper. Die robot is verbonden met een computer en daarmee kun je hem programmeren. Hij kan dezelfde bewegingen maken als een arm, maar hij doet het niet zomaar uit zichzelf. Je moet hem altijd een opdracht geven. Hier op de Pedagogische Technische Hogeschool in Eindhoven is een afdeling waar leerlingen les krijgen in het werken met robots. Waar ben jij nou mee bezig? Ik ben bezig met de programmering van deze robot. Het is de bedoeling dat hij een bakje oppakt. Dit bakje vult met knikkers. Daarna pakt hij het bakje weer op en overhandigt hij het aan mij. Misschien komen er nog wel eens robots die je hele huis schoonmaken. Of die de boodschappen in huis halen. Of eentje die de krant uit de bus haalt als je geen hond hebt. Oh nee, die bestaat al. In ieder geval is er hier één die in zijn eentje een kruiwagen in elkaar kan lassen. Ik heb vanmorgen een computer gekocht. Een financier bij te houden. Dat is een koopje, zei de jongen in de winkel. Nou, dat kan ik natuurlijk niet laten leggen. Dat is ook handig, want ik spaar voor een villa met een zwembad en een solarium en een sportwagen. Nou, daarom ga ik alleen nog maar koopjes na. Ik koop enkel maar dingen die in de reclame zijn. Nou, deze jas bijvoorbeeld. Afgeprijsd van 2000 gulden naar 1000 gulden. Hier, 1000 gulden, de helft van de prijs. 1000 gulden pure winst. Deze trui is toch een beauty? Als ik een spijkerbroek kocht, krijg ik deze trui er gratis bij. Gratis! Eens kijken wat op het kaartje staat. Hier. 100 gulden. Tel uit je winst. Moet eens kijken. Mijn lievelingswijn. Die koop ik alleen nog maar per krat. Is veel goedkoper dan los per fles. Nou, gisteren, etentje met Annie heb ik betaald. Annie is kapster. Dus kan Annie mijn haar voortaan wel voor niks doen. Etentje met Annie. Investering in de toekomst. Niet dan? Nou, dan tel ik het allemaal eens even op. Wat krijgen we nou? Ik sta helemaal rood. Ik sta hartstikke rood. Nou, dat zal me wat rente gaan kosten. Nou, dan moet ik gauw even gaan terugverdienen. Hier. 3 kippen kan ik kopen voor de prijs van 1. Ja. Een manjetron, afgeprijsd naar de helft van de prijs. Hier. Als ik volgende maand naar Benidorm vlieg, krijg ik het appartement er gratis bij. Nou, dan ga ik alles wat ik bespaard heb, ga ik eens even optellen. Nou, hier, ik sta helemaal niet meer rood. Allemaal winst. Pure winst. Thuis bankieren is helemaal niet zo moeilijk. Maar je moet er alleen een beetje handig voor zijn. Op het gebied van computers zijn we al heel wat gewend. Bijna iedereen heeft er wel een en je kunt er van alles mee doen. Hier op de Technische Universiteit in Delft doen ze wel heel bijzondere dingen met computers. Ze doen hier een onderzoek naar wat je allemaal kunt zien en hoe mensen waarnemen. Bijvoorbeeld, ik kijk naar deze lantaarnpaal. De lantaarnpaal staat op de voorgrond, de huizen op de achtergrond. Als ik mijn hoofd van links naar rechts beweeg, dan verandert de lantaarnpaal ten opzichte van de huizen. En dat heeft te maken met de manier waarop mensen waarnemen. Die lantaarnpaal verandert niet van plaats ten opzichte van de huizen. Als ik naar achteren loop, wordt de lantaarnpaal kleiner. Kom ik dichterbij, dan wordt hij groter. Hier kun je met behulp van een computer heel andere dingen zien. De studenten hier hebben computerprogramma's ontworpen waarmee je de werkelijkheid kan nabootsen. In deze helm zitten 2 kleine televisieschermpjes en 2 luidsprekertjes, zodat ik kan zien en horen. Die helm staat in verbinding met een soort douchekop. Daarin zitten zogenaamde sensoren die kunnen voelen wat ik doe. Die informatie wordt doorgegeven aan de computer. En in die computer zitten programma's die ik straks hier op die kleine schermpjes kan zien. Dit is Guus, hij bedient de computer. Dankjewel. Met deze handschoen kan ik straks dingen vastpakken. Wat ik kan vastpakken weet ik nog niet, maar het schijnt heel raar te zijn. Ik start nu het programma met de vliegtuigjes. Press button. Thank you. De computer reageert hier op wat ik doe. Als ik mijn hoofd van links naar rechts beweeg, dan zie ik dat in mijn helm. Want het plaatje dat ik nu zie, verandert. Als ik het vliegtuigje vastpak, dan voel ik dat omdat de handschoen die ik aan heb dan een beetje dikker wordt. En ik ervaar dat alsof ik iets beet heb. Ook de handschoen is verbonden met de computer. En er is een computerprogramma ontworpen dat ervoor zorgt dat de handschoen dikker wordt als ik iets vastpak. Het lijkt dus of ik iets beet heb, maar je ziet het, in werkelijkheid sta ik met lege handen. Nu ben ik in een huis, maar dat huis heeft geen echte muren. Ik kan eruit. Het huis en het landschap zien er een beetje simpel uit. Dat komt omdat er al zoveel gegevens in de computer zijn opgeslagen. Ik kan uit het huis gaan en me bewegen en al die bewegingen van mij moeten in de computer worden omgerekend, zodat ik ook echt zie dat ik naar buiten ga. Dat kost een hoop ruimte in de computer. Ik draai me om en zie het huis. Dat heeft geen muren, je ziet zo de vloer. Een mooi huis met echte stenen kost weer te veel geheugen in de computer. Nou, je moet je voorstellen dat elk plaatje wat Marianne ziet bestaat uit puntjes. En bij die puntjes horen bepaalde nummertjes. Die nummertjes die vertellen iets over de plaats of de kleur. Als nu die nummertjes veranderen, dan veranderen dus, zoals in dat vliegtuigprogramma, veranderen dus de plaats of de kleuren. En dat noem je beeldmanipulatie. Nou is het bijzondere aan dit systeem dat die verandering veroorzaakt wordt door Marianne haar hoofdbewegingen. En dat noem je dan virtual reality. Weer een nieuw computerprogramma. Hier zie je een soort radiootje, een ghetto blaster. Die kan ik oppakken en veranderen. Ik kan hem groter en kleiner maken. Dat veranderen van de vorm kost weer zoveel geheugen dat het radiootje er simpel uit moet zien. Het is wel een leuk speeltje, zo'n helm en die handschoen. Maar waar kun je die programma's nou voor gebruiken? Nou, hier op de faculteit industrieel ontwerpen ontwerpen we allerlei producten, bijvoorbeeld deze stoel. En als je normaal gesproken een stoel ontwerpt, dan maak je eerst modelletjes om te kijken hoe het eruit ziet. En die modelletjes kunnen van schuim zijn of van karton. Dat is net wat het makkelijkste is. Maar als je nu gebruik maakt van dat virtual reality apparaat, dan kan je direct een stoel ontwerpen. Je kan hem groter maken, je kan hem kleiner maken, je kan hem aanpassen. Dus je kan heel direct zien waar je mee bezig bent. Nou, een ander voorbeeld is van iemand die op de faculteit een bankje heeft ontworpen voor het Beursplein in Amsterdam. Hij heeft het bankje nu nog gemaakt met behulp van modelletjes van hout. Maar dat zou in de toekomst ook op de machine kunnen gebeuren. Waar ben jij nu mee bezig? Ik ben bezig met een project voor het maken van een kermisattractie. Met behulp van virtual reality. En dat project bestaat een beetje uit twee delen. Het ene is het ontwerpen van wat de persoon zelf in die ruimte gaat doen. En dat wordt een soort doolhof. En de andere kant is van hoe beweegt iemand zich door dat doolhof. Tot nu toe is eigenlijk dat je veel machines hebt waarbij je met een joystick loopt. Dus je drukt op een knopje en je beweegt vooruit. Maar dat is natuurlijk helemaal geen natuurlijke manier van bewegen. Dus je zou veel beter kunnen lopen door dat doolhof. Omdat dat vrij lastig was, heb ik nu iets ontwikkeld, een soort stepje. Waarmee de persoon dus door het doolhof stept. En wat kom je nou tegen op je stepje door het doolhof? Nou, er zijn verschillende soorten dingen. Het gaat vooral om de beleving van de mensen in het doolhof. Er zijn kamers waarin je naar rechts stept en je ziet dat je naar links gaat. Dus je wordt een beetje op het verkeerde been gezet. Maar we willen ook gebruik maken van de hele ruimtes. Dus normaal zijn spelletjes vaak erg tweedimensioneel, maar je hebt boven, onder, opzij. Dus je kan met je stepje ook over wanden steppen, zeg maar. En je kan dus daardoor van de hele ruimte op een andere manier gebruik maken. Iets wat je in het werkelijk leven niet kan. En wordt het nog voor andere dingen gebruikt? Nou, je zou het kunnen gebruiken in gevaarlijke situaties waar je zelf niet kan komen. Maar waar je bijvoorbeeld wel een robot het werk kan laten doen. En dan zou je via die helm en via je handschoen, zou je die robot kunnen sturen. Dus die robot doet in feite wat jij op die plek zou willen doen. Bijvoorbeeld? Het schoonmaken van een tanker, kerncentrales waar je ook niet kan komen. Dat soort plekken.